Dames en heren, leden van de businessclub, bestuur, alle mensen die hier interesse hebben voor het voetbal. DVS 33 tegen Huizen, toch een duel waar het er behoorlijk om ging. Duel om de vierde positie in deze hoofdklasse A. Thijs Schipper, wat vond je van de eerste helft? Allereerst wil ik een groot applaus voor beide trainers trouwens. Dat vergeet ik zomaar, 1, 2, 3. Maar dit is Thijs Schipper en dat is Henny in het Hof. Die kent u allemaal wel, hè? Nou, Thijs. Nou, allereerst wil ik DVS feliciteren met de overwinning. Vriendenoverwinning. En ja, goed, voor ons de druiven zuur, maar verdiend voor DVS. Eerste helft kwam wat moeizaam op gang voor beide ploegen, vond ik. Ik vond de eerste helft heel erg rommelig. En dan kijk ik in het bijzonder natuurlijk naar mijn eigen ploeg. Wij hebben niet goed gespeeld in de eerste helft. En DVS kon ik ook niet echt gevaarlijk vinden. Nee, inderdaad. Er waren weinig kansen in de eerste helft te noteren. Ik vond DVS het laatste kwartier wel wat beter worden. Ja, vond ik ook. Ik ben het helemaal met de collega eens. Wij hadden juist de bedoeling om heel veel druk te zetten voorop. En dan moet iedereen meedoen. We hebben echt heel duidelijk afgesproken. Alleen dat ging niet goed. Ondanks dat we er echt continu mee bezig zijn geweest. Dat had ook te maken met dat zij ook de vrije man inspelen. En dan die ook gewoon durven in te spelen. En dan ook de keeper dan een goed vervolg hebben. Nou, dat deden we eerst niet goed. Toen zijn we even wat terug gaan zakken om even de boel wat anders neer te zetten. Toen werd het wat rustiger. En zeg maar het tweede gedeelte, zeg maar vanaf de, zal zijn, half uur. Na een half uur toen zag je dat ook al wat beter ging doordekken. En toen konden wij in het doordekken wat in balverlies in ieder geval wat beter doen. En toen kwamen wij iets beter in de wedstrijd. Maar daarvoor vond ik Huizen gewoon veel beter dan wij. Tweede helft was interessanter en over een beter Huizen gesproken. Jullie kwamen goed uit de startblokken en werden echt behoorlijk gevaarlijk voorin. Ja, dat klopt. Het eerste kwartier na rust was ons beste kwartier van de wedstrijd. In mijn ogen kwamen we terecht op een 1-0 voorsprong. En ja goed, de genadeklap hadden we moeten uitdelen met de kans van Omer Limon. En die hebben we laten liggen en toen hebben wij eigenlijk DWS in de wedstrijd laten komen. Ja, klopt dat een beetje? Ja, want vorige week heb ik een analyse gelezen. En toen wisselde hij ook van Waveren. En toen werd het in één keer nog een overwinning. Ik denk, dan gaat hij weer hetzelfde doen. Dat moet hij niet doen. Maar toen werd het 1-0 nadat je van Waveren had gewisseld. En toen hebben wij ook, wij waren al van plan, dus ik was al van plan om in ieder geval ook met een diepere team te gaan spelen. Omdat eigenlijk gelukkig in die zin Rudolf meer overbodig was dan dat hij echt nodig was. Maar dat had te maken dat Richard gelukkig wat fitter was dan dat we verwacht hadden. En dat iedereen achterin wel redelijk stond, vond ik. Dus toen gingen we waren zo heel veel plannen met een team te gaan spelen. Nou goed, dan kom je 1-0 achter en hebben we gewoon geluk dat die penalty heel snel valt. En ja, daar kun je over twisten. Vanaf mij kan ik het idee, als die keeper iets eerder staat, iets beter staat, dan komt Henk nooit meer bij die bal. Nu komen ze allebei bij die bal. Maar ja, wij zitten aan deze kant van de tribune, dus wat er aan die kant gebeurt, kan ik niet zien. Het is toch zo'n Henkie Baum die dat forceert dan, hè? Ja, maar Henk was ook heel gebrand. Maar Henk is vorige week is hij geblesseerd geraakt. Had hij penalty eigenlijk nooit moeten nemen. Maar wil hem dolgraag nemen. Nou, daarna miste hij hem. Nou, dat kan gebeuren. We hebben vorige week alleen maar moeten wisselen op basis van blessures. Ik had heel veel gezeik deze week gehoord van slechte wissels en dergelijke. Maar het alleen maar te maken dat iemand die niet meer kan lopen, die moet wisselen. En deze week hebben wij gewoon kunnen wisselen wat we wilden wisselen. Nou, en dan heb je gewoon gezien dat in dit geval Henkie doet het gewoon uitstekend in. En dat ook Yasin uitstekend invalt. En Mikey nog ook een keer een gelukkige goal maakt. Dus ja, daar zijn we blij mee. Een van de mooiste acties van Henk Baum was dat hij de eerste penalty gunde aan Edmund Mijnheer, vond ik. Ja, maar dat is mooi, hè. Vorige week had je die over een teamprestatie. En de eerste helft hebben we redelijk gespeeld toen. Maar alleen de tweede helft was gewoon echt niks. En we hebben nu afgesproken dat de penalty zouden worden genomen. Eerst door Edmund en de tweede door Frank. En toen kwam Henk erin. Henk die wordt neergelegd. Nou, die wist ook, Edmund neemt de eerste. Maar toen had Edmund de eerste genomen. Toen zei ik ook, als er een tweede komt, Henk, dan neem jij gewoon die tweede. Want je wist gewoon, Henk was zo gebrand. Die wilde zo graag voetballen. Überhaupt deze hele week. Mits die kon amper lopen. Die stond donderdag op het trainingsveld. Bij wijze van spreken met krukken. Dus trainer, ik ben fit. Henk Baum, Idem Dito. Ja. En Henk Baum, Idem Dito had ook nog zo'n dikke enkel. Maar hij wil gewoon graag leveren. Nou, dat is fantastisch. Dus nou, je zag ook in de manier hoe die inviel, hij was gewoon gebrand. Dus toen die penalty kwam, toen hadden we ook afgesproken. En Ed moet weg. Is dat goed? Dat is prima. Nou, neem dan ook in. We gaan wat missen volgend jaar. Thijs. Ja. Ik was een beetje te veel bezig met mijn eigen opmerking. We gaan wat missen volgend jaar. Maar we gaan inderdaad wat missen volgend jaar. Maar Thijs, 1-1. Toen knapte er iets in jouw ploeg.
Nou goed, 1-1, dat is altijd natuurlijk even een tegenvallen nadat je de kans hebt gehad op 2-0. Nou goed, dat gebeurt en dan komt die 1-1. En na die 1-1 hebben we ons niet echt in ons spel kunnen vinden. En ja, dat was ook de verdienste van de tegenstander. En ja goed, we hebben de laatste periode hebben we vaak wedstrijden nog om kunnen draaien. Alleen vandaag ging dat niet. Ja, was het niet beter geweest om een achterstand in te plannen? Nou, dat lijkt op papier zo, maar goed, ik had vandaag liever gewoon op 2-0 gekomen dan had dat gebeurd geweest hier. Nou, zelfs dat weet ik nog niet, want volgens mij zijn jullie gewoon veel beter als je met 2-3-0 achter staat, of 4-0. Nou, dat is niet het geval. We proberen vanaf begin te spelen vanaf 0-0 en op voorsprong te komen. Dat kwam er vandaag, maar ja, we geven het een beetje knullig weg. En ja, goed, het is verdiend voor DVS. Het enige smetje wat ik vond van deze wedstrijd is... uiteindelijk een rode kaart en een penalty. Dat vond ik een hele zware straf. Maar goed, dat zijn de regels en dat weten we. Dus dat vond ik een minpunt van deze middag. Voor de rest vond ik hem absoluut goed fluiten, de scheidsrechter. Hoor. Maar dat is mijn mening. Het volgende. Die drie wissels van DVS. Je zou kunnen zeggen dat dat toch wel de cruciale ommekeer was in de wedstrijd. Nou... Ja, ze maken die doelpunten, dat is natuurlijk zo. Maar het had denk ik meer te maken van wat heb je nodig in die wedstrijd. En ik vond dat wij gewoon een 10 nodig hadden om wat meer druk naar voren te maken. Omdat ik vond dat we achterin beter stonden. En dat had ook te maken met dat je ziet dat Boerisha die loopt nu eigenlijk mank. En heeft weer heel veel last van die kuit. En eigenlijk had hij zoiets van, ja, moet ik nou wisselen of niet wisselen? Maar goed, je zag toch dat hij zich wel erin vastbeet. Dus dan kon je denken, oké, dan kunnen we achterin Roelof weghalen om hem wat te ontzien. Maar dan kun je eigenlijk zelf veel meer druk zetten. En dat hebben we ook gedaan. We wisten ook dat zij het laatste kwartier... Het was net toevallig toen wij die twee maakten. Was het geloof ik het laatste, het echte huizenkwartiertje, zeg maar. En toen hebben we met name alleen maar gezegd... Blijf vooral druk zetten op die bal. Dat je in ieder geval hun niet laat proberen die bal erin te pompen. Want die bal kan alle kanten op vliegen. En als je al zo vaak terugkomt, dan is dat niet eens meer gelukt. Dat is gewoon de kwaliteit. Dus wat dat betreft wilden wij gewoon heel veel druk zetten. En in de speelstijl hebben die jongens het gewoon echt uitstekend gedaan. Prima. Maar dat staat los van het feit dat hij kon niet eens meer lopen. Akla die had ook een hamstring van hier tot met Tokio staan. En zo hebben we het al heel veel. En ik zeg het nogmaals. Wij hebben er echt zoveel die op laatste benen lopen. En die dolgraag de hele wedstrijd wil laten spelen. Maar gewoon niet meer kan. En dat heeft te maken met... had je er maar 3 meer bij gehad bij wijze van spreken. Ja. Maar ze doen het fantastisch. Dus ik kan ze niks verwijten. Ze hebben echt... Alle wedstrijden geven ze het maximale. En daar kan geen enkele bestuurder of supporter kan ze dat ooit verwijten. Dat kan echt niet. Dus ze hebben het maximale gebracht en ze vandaag gewonnen. En nou, een knappe prestatie. Echt met een heel tight game. Ja. Dus we zijn heel erg blij. Okay. Nog 4 wedstrijden te gaan, Thijs. Is er voor jullie nog wat te halen? Jazeker, de 4e plaats. Eerlijk? Ja. Dat is hartstikke goed. Top. Dat is een geweldig antwoord. Maar dat ga je doen via de volgende wedstrijd van jullie, dat is tegen? De volgende wedstrijd spelen we op 12 april tegen Volendam thuis. En dan gaan we weer voor de 3 punten. Ja. Nou, dan gaan jullie winnen en dan kom je weer op 2 punten van DVS, want wij gaan verliezen van Ajax. Dat hoop ik wel. Dat hoop je, hè? Maar jij niet, Henny, hè? Ja, misschien moeten we dat bewust wel doen. Ja, dat is een dilemma. Nee, maar wij kunnen nog gaan voor de 3e plek. Juist. Kijk, en met deze positieve actie wil ik heel graag eindigen. Wil ik Henny ongelooflijk bedanken voor deze analyse. Thijs ook, hartstikke bedankt. Helemaal top. Oké, bedankt voor de aandacht.